Dag allemaal, Sophocles Antigone, vers 486 tot 490. Als de daden ongestraft zullen blijven die Antigone heeft gepleegd, dan zal Creon eruit zien als een, ja, niet als een sterke man, maar zal zij de man zijn, de touwtjes in handen hebben, zegt hij hiervoor. En dat wil hij natuurlijk niet. En dus zegt hij nog het volgende. Al eit Adelphes, eit homines. Homai monestera tu pantos hem in zenos hercaiu curei, aute te caxunaimos uc alexeton moru cacistu. Je zou hier Allah kunnen vertalen, maar het is hier een beetje gek hier, want het is niet echt een tegenstelling. Het is meer iets als het ongestraft blijft. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren, want, en dan komt er uitleg. Aite Adelphes. Het zij, al is zij en al is zij, hier, al is zij een Adelphes, ja, van mijn zus, wat nou? Nou, een tugater moet je bijdenken, een dochter van mijn zus. Er is een ellipsis staat uit, een weglating. En al is zij, homaimonestera, comparativus van homaimon is verwant. Dus is zij verwanter, daar niet hangt moneste re, maar ra, want het is een rijregelwoord, een stammen eindigt op ro. Al is zij verwanter hemin, dativus, voor ons of aan ons. En dan komt dit toepantos genos herkeiu, dat is een genitief van vergelijking. Letterlijk staat er dan de gehele Zeus van de Haag. Nou. Dat is een beetje gek. Zeus van de Haag, of Zeus van het erf, als het ware, kan je ook zeggen. Dat stond onder de erf van ons, omdat van Haag of Hek of wat dan ook, tegenwoordig ook natuurlijk. Hè. Betekent eigenlijk Zeus dus als beschermgod van de familie, dat is Zeus Herkaios. En er wordt hier bedoeld, dus niet Zeus, de hele Zeus van de familie, maar gewoon de hele familie. Dus dat is eigenlijk een metonymie. Het is iets wat er wel betrekking op heeft, maar net anders. Ik bedoel niet Zeus zelf, maar je bedoelt de familie waar die Zeus dan een symbool voor staat. Al is zij dus verwanter aan ons, zowel aan mij, kan je zeggen, dat is een poëtisch meervoud eigenlijk, dan de hele Zeus van de familie, dan mijn hele familie. Curei overigens betekent gewoon is, een beetje typisch, maar dat is een ander woord voor zijn. Zelfs als dat zo is, al is ze de dochter van mijn zus, namelijk Creon was dus het broer van Jocaste, en dat is dan de moeder van Antigone. Aute zij zelf te kai he, moet je lezen. Ke of ge of ke, dus he, kai he, krasis. Zij zelf en ook de xunaimos is eigenlijk bloedverwant. Haima is bloed, xun is samen, dus samen bloed, de bloedverwant. En dat bedoeld wordt dus het vrouwelijk haar zus. En ook haar zus, die aluxeton, dat is futurum ten eerste, omdat halusco is ontkomen aan. Halusk wordt halux in het futurum. En ton, dat is een hele gekke uitgang, maar dat noem je niet singularis en of enkelvoud, niet pluralis, meervoud, maar dualis, tweevoud. Wat heeft het over twee mensen? Nou, het Grieks had, een hele oude vorm had het, een tweevoud, en er werd heel veel gebruikt ook, in plaats van enkelvoud en meervoud, als het om twee mensen ging. In deze tijd, in de Attisch, was het al bijna uitgestorven, maar werd zo af en toe nog gebruikt in poëzie. Waarom? Ik weet het niet. Het is enerzijds omdat het bij die taal van de poëzie hoort. Het is, klinkt poëtischer, het is ouderwets hoogdravender, meer esthetisch verantwoord, et cetera, denk ik ook wel eens. Dus zij en ook haar zus zullen niet ontkomen aan, met de genitivus erbij altijd, het zeer slechte lot. Of beter gezegd, een zeer slecht lot, een ellendig lot. Superlatief van kakels uiteraard. Hè? En een lot is dan hetgene, beter gezegd, een doodslot. Dus hoe je doodgaat. Ze zullen daar niet ontkomen, dat is een lithotes, dat is een ontkenning van het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde hiervan is natuurlijk, ze zullen dat krijgen. Nou, hij zegt niet, ze zullen een zeer slecht lot krijgen, ze zullen niet aan ontkomen. Dat is een lithotes.
Ontkenning van het tegenovergestelde. Maakt het ook weer sterker. Ik heb nog een keer Elisie neergezet. Weglating van al die klinkers. Alla wordt al. Eite wordt eit. Eite wordt hier eit. Omdat er een spiertje aspir achter komt. En zo heb je dat nog wel vaker uiteraard. Maar hier even toevallig niet meer. Goed. Kaigarun kainen ison oipaitio maya tude bulai sai tafu. Het is natuurlijk wel opvallend trouw dat hij natuurlijk Ismena ook noemt. Hè, de zus. Waarom? Wat heeft hij er nou weer mee te maken? Nou, dat zegt hij. Kaigar. Want dus nu ook kainen. Dat is de verkorte vorm van ekainen. En je weet misschien nog wel drietal hodde deze. Hutos die of deze. Een beetje meer bij de jou liggende. En ekainos die. Als in ver weg. Niet in zicht van de spreker. En hier ekainen. Zelfstandig gebruikt. Accusatief enkelvoud. Vrouwelijk. Haar. Want ja, dus ook haar. Eb aitiomai. Komt van eb aitiaomai. En dat is hier samengetrokken tot eb aitiomai. Natuurlijk gewoon present, medium. Beschuldig ik. Ison bulaiusai. Evenzeer plannen te hebben gemaakt. Dit is een infinitivus aureus. Dus je mag hem hier toch echt wel als een verleden dingetje vertalen. Beschuldig ik van plannen te hebben gemaakt. Dat is namelijk een soort ACI-achtig iets. Hè. Dit is accusatief, dit is een infinitivus. Ook al kunnen wij dit in het Nederlands met een gewone zin weergeven. Ik beschuldig haar plannen te hebben gemaakt. Eigenlijk een soort Nederlandse ACI. Maar het is omdat het in de ACI heeft wel degelijk een verleden betekenis van infinitivus aureus. Gelijkelijk of evenzeer plannen te hebben gemaakt. Voor wat dan? Nou, genitivus komt daarbij. Tude tafu. Tude is een genitivus van hodde. Dus het is weer deze of dit. En tafu is eigenlijk graf. Voor dit graf. Maar wat bedoeld wordt is voor deze begrafenis. Dat is ook een metonymie. Dat je niet precies zegt wat je bedoelt. Je bedoelt niet graf. Je bedoelt begrafenis. Maar het is wel een logische connectie. Dat noem je een metonymie. Dat doet hij hier ook. Dus hij houdt Ismena ook hiervoor verantwoordelijk. Waarom eigenlijk? Nou, daarover gaat het in het volgende filmpje. Dag, dag.